De legging voor de boogschutter voor februari 2020. Het is een algemene legging. Dus als je merkt dat de boodschap niet voor jou van toepassing is, nou ja, misschien is het de volgende keer wel zo. Pentakels 10. Stabiliteit. Zit op het juiste, je volgt het juiste pad. Gaat de goede kant op. Overvloed. Lang en gelukkig leven. De schildknaap van staven. Dat is een nieuw begin. Oké. Zwaarde 7. Liggen met de ster. Dat is een wens die vervuld wordt. Hoop. Helen. De ridder van staven. De persoon met wie je dacht dat je oud zou worden, blijkt anders te zijn dan je denkt. Je dacht dat jullie samen oud zouden worden, een leven zouden opbouwen. Maar je merkt dat hij toch niet te vertrouwen is. Contacten met anderen heeft. Vreemd gaat misschien zelfs. En je staat nu voor een keus of je doorgaat of niet. Maar je hebt nog steeds hoop dat het goed komt. Dat het goed kan gaan. Dat het zal veranderen. Dat hij of zij zal veranderen. Ja, ik neem aan dat het zou kunnen, maar meestal veranderen mensen niet zo makkelijk. Zeg nooit nooit, natuurlijk, maar keizerin, ja. Je kan beter de aandacht op jezelf leggen. Wil je in een relatie zijn waarin je iemand niet kan vertrouwen, dat je altijd bang bent dat die persoon
vreemd gaat of iemand anders heeft of met iemand anders aan het appen is of... Wil je dat? Ik denk dat je meer waard bent dan dat. Je hoeft je niet zo te laten behandelen. En je bent nu aan het wachten tot het allemaal vanzelf beter wordt. Ja. Ik geloof niet dat het vanzelf beter wordt. En ik geloof ook niet, aan de kaarten te zien, dat die persoon gaat veranderen. Nee. En het advies is om je leven in eigen hand te nemen. Voor jezelf te kiezen. Of je nou samen blijft of niet hoor. Dat staat er los van. Maar hou jezelf... Het wachten. Ja, je bent aan het wachten. Je wil geen beslissing nemen. Je stelt de beslissing uit. Je bent nog aan het denken, aan het hopen. Ja, je hoopt gewoon dat dat jouw persoon gaat veranderen. Maar ja, ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. En ja, weet je wat het is? Als je... Ik denk dat je echt nog heel lang kan gaan zitten wachten. Tot die persoon gaat veranderen. Het is allemaal wachten, wachten. Keuzes maken. Kijk, je kan nog 20 jaar zitten wachten. Maar ja, stel over 20 jaar... kijk je terug en heb je zitten wachten. En is er niks veranderd. Kan, hè? Is zelfs heel waarschijnlijk. En... Als je dan terugkijkt, dan had je misschien gewild dat je wel een beslissing had genomen. Zal je misschien spijt hebben dat je dat niet hebt gedaan? Dan had je een heel ander leven kunnen hebben. Iemand anders kunnen ontmoeten. Niet al die pijn, al dat verdriet. Het is een advies, hè? Je hoeft het niet... aan te nemen. Ik voel heel veel weerstand. Omdat je het gewoon... Ja, ik denk dat je heel veel van die persoon houdt. En je had je een heel leven samen voorgesteld. En ja, dat hij... Oh, die sprong eruit. Het doet pijn, ik weet het. Ja, ik weet het. Maar ja, ga toch proberen om je erbij neer te leggen. Om het te accepteren. En... ga proberen om verder te gaan met je leven. Ik zie alleen maar wachten. Ik echt. Dit blijft. Er komt geen verandering in. Je zit alleen maar te wachten. Dus kies voor jezelf. Je bent meer waard dan dit. Echt.